Deze webles geeft een overzicht van alles wat je rondom één onderwerp moet weten voor je centraal examen. Probeer het verhaal te volgen en noteer elke term, elke formule en elke toelichting waarvan jij niet meer aan jezelf kunt uitleggen wat het is. En fris na het kijken van deze webles de achterliggende theorie op. Zo ben je efficiënt bezig en train je jezelf voor het centraal examen. Het onderwerp van deze webles is elektrische en magnetische velden. En we gaan beginnen met de elektrische velden. En om elektrische velden te kunnen snappen. Moet je doorhebben dat elektrische ladingen elkaar kunnen aantrekken of afstoten. Hebben ze dezelfde lading, dan stoten ze elkaar af. En hebben ze de tegenovergestelde lading, plus en min. Dan trekken ze elkaar aan. En de kracht waarmee dat gebeurt, kun je uitrekenen met deze formule. En van belang is dus de, de grootte van elk van de twee ladingen, de onderlinge afstand. En dan heb je nog een constante nodig, die kun je halen uit uh, binas tabel 7. Vaak als je te maken hebt met de geladen voorwerp is het. Uh, Heel interessant om te kijken hoe zit het nu eigenlijk met de kracht die een ander geladen deeltje voelt. Um, en als je dan deeltjes met elkaar wil vergelijken, dan is het erg handig om de kracht per lading te berekenen die elk deeltje voelt. En de kracht per lading, um, dat is iets wat elektrisch veld is gaan heten, hoofdletter E. En um, aan de pijltjes zie je dat zowel de elektrische kracht die een deeltje voelt als uh, de, het elektrisch veld niet alleen een grootte heeft, maar ook een richting. Als je nu al die elektrische velden rondom uh, een geladen voorheb op alle verschillende punten visueel wil weergeven, dan uh, is de afspraak dat je dat doet door het tekenen van elektrische veldlijnen. En je ziet hier hoe het elektrisch veld eruit ziet rondom een geladen puntlading. En dan krijg je iets wat een radiaal veld gaat heten. Je kunt ook twee geladen platen hebben. En dan heb je de eigenschap dat de elektrische veldlijnen tussen die twee platen allemaal mooi evenwijdig aan elkaar lopen. En je hebt dan te maken met een homogeen veld. Een homogeen veld wil eigenlijk in de praktijk zeggen dat de grootte van E overal hetzelfde is. En ook de richting tussen de platen overal hetzelfde is. Wanneer je te maken hebt met krachten en bewegende deeltjes, dan heb je ook te maken met energie. En wanneer een deeltje in een elektrisch veld van het ene punt naar het andere punt beweegt, dan zal de elektrische energie van het deeltje gaan veranderen. Die kan toenemen, afnemen en heel soms blijft die ook gelijk. Ook hier is er een definitie tevoorschijn getoverd. Want het verschil in elektrische energie van een deeltje kun je koppelen aan de lading van het deeltje en aan een andere grootheid. En dat is een bekende grootheid, dat is namelijk de grootheid U van spanning. Spanningsverschil. Dus op het moment dat een ladingsdeeltje een spanningsverschil doorloopt, dan zal ook de hoeveelheid elektrische energie van dat deeltje gaan veranderen. In de praktijk zul je vaak zien dat als de elektrische energie van zo'n deeltje verandert, ja, dan weet je natuurlijk dat die energie in een andere vorm terug moet komen, want de energie gaat niet verloren. En dan wordt dat vaak omgezet in kinetische energie. Dus de elektrische energie van een deeltje, als die afneemt, dan houdt dat in dat de kinetische energie en ook de snelheid van het deeltje juist toeneemt. Een aantal toepassingen moet je kunnen herkennen en eentje daarvan is de röntgenbuis. En in een röntgenbuis zorg je voor een heel groot spanningsverschil tussen de anode en de kathode. Daardoor worden elektronen enorm versneld. Ze verliezen dus heel veel elektrische energie en dat wordt omgezet in kinetische energie. En dan uh, blijkt dat op het moment dat die elektronen botsen, uh, met de kathode uh, dat daar dan uh, die energie vrijkomt in de vorm van straling, in de vorm van röntgenstraling. Andere praktische uh, toepassing is de lineaire versneller, waarbij je dus een deeltje in de rechte lijn versnelt door steeds uh, een ander elektrisch veld aan te bieden. Door steeds ervoor te zorgen dat het deeltje uh, afgestoten wordt door een uh, gelijk geladen. Uh, voorwerp aan de achterkant en aangetrokken wordt door een uh, tegengesteld geladen voorwerp aan de voorkant. En dan voelt hij dus continu een versnelling, een kracht en dus ook een versnelling in dezelfde richting. Wanneer je te maken hebt met uh, deeltjes in elektrische velden en met energieën dan is het ook handig om uh, om te schakelen naar een andere eenheid van energie, en dat is de elektronvolt en 1 elektronvolt is gelijk aan 1,602 maal 10 wacht min 19 joule. En dit getalletje kun je ook vinden in BINAS tabel 7. Um, en dan heet het elementair ladingskwant. Maar de, het getalletje is hetzelfde. Goed, tot zover elektrische velden. Uh, bij magnetische velden moet je ook het een en ander kunnen en kennen. En uh, wanneer je te maken hebt met een magnetisch veld, kun je ook in dit plaatje zien. Dan heb je ook te maken met een magneet. En in deze situatie is dat een, um, een gewone staafmagneet. En de magneet heeft altijd een noord- en een zuidpool. En die magnetische veldlijnen, die dus ook hier weer aangeven in welke richting de magnetische kracht is en hoe groot de magnetische kracht, die magnetische veldlijnen die lopen altijd van noord naar zuid buiten de magneet. Maar ze lopen ook altijd in een rondje en dat wil dus zeggen dat die magnetische veldlijnen in de magneet van zuid naar noord lopen. Dit is een, een gewone staafmagneet. Maar er blijkt iets te zijn, een connectie te zijn tussen elektriciteit en magnetische velden. Wanneer je te maken hebt met een bewegende elektrische lading, dan genereert zo'n bewegende elektrische lading een magnetisch veld. En in twee situaties moet je kunnen achterhalen in welke richting dat magnetisch veld loopt. En de ene situatie is wanneer je te maken hebt met een stroom door een stroomdraad. En in dit geval loopt de stroom dus van beneden naar boven. Dan moet je kunnen achterhalen in welke richting de magnetische veldlijnen lopen rondom dat draad. En dat doe je met de rechterhandregel. Je zet je duim naar boven toe in de richting van de stroom. Je kromt je vingers. En jouw vingers geven dan ook de richting aan van de magnetische veldlijnen. Zoals je ook in het plaatje ziet. Tweede situatie waarbij je um, iets moet kunnen zeggen over magnetische veldlijnen. Is wanneer je te maken hebt met een spoel. Ik zet het plaatje van de spoel eventjes over het. Uh, Plaatje van de, de stroomdraad heen. Uh, nu moet je eventjes de, de rode lijnen die je nog een beetje ziet, moet je even negeren, want in dit verhaaltje gaat die niet op. Maar de rechterhand, die moet je niet negeren, want ook bij de spoel kun je de rechterhandregel gebruiken. Alleen dan is het precies andersom. De vingers krom je en de vingers moeten dan de richting van de stroom in de spoel weergeven. En je ziet dat het klopt, want uh, de stroom komt er bovenin in de spoel. En die gaat dus uh, spiraal, uh, gewijs, gaat die van boven naar beneden, in de richting van de vingers. En de duim die je dan weer uitstrekt, de duim geeft dan de richting aan van de veldlijnen in de spoel. Je kunt het ook anders zeggen, die geeft de kant aan van de Noordpool van de spoel. Want bovenin komen de veldlijnen de spoel uit, net als bij de magneet. Um, waar de veldlijnen de spoel uitkomen, dat noemen wij de Noordpool. Dus je hebt twee rechterhandregels. Een spoel waarbij je dus uh, al dan niet uh, een magnetische werking uh, van kan laten uitgaan. Zoiets noemen we een elektromagneet. En het voordeel van een elektromagneet boven een, een gewone staafmagneet is dat je de stroom uit kunt zetten. En dan is het magnetisch veld ook weg. Een um, andere term die van belang is, is het aardmagnetisch veld. En het aardmagnetisch veld houdt eigenlijk het volgende in: je kunt uh, bedenken dat binnen in de aarde. Een hele grote magneet zit. Uh, en die magnetische veldlijnen van die grote magneet, die kun je dus aan de buitenkant van de aarde meten. De aarde is omringd door een aardmagnetisch veld. En het aparte van dat aardmagnetisch veld is dat magnetisch gezien uh, het uh, magnetische zuiden te vinden is in de buurt van het geografische noorden van de aarde. Dus magnetisch gezien. Zijn noord en zuid precies omgedraaid? Kijk maar naar het plaatje. Want bovenin komen de veldlijnen ook de aarde in. En daar heb je dus het magnetische zuiden en onder komen ze de aarde uit. Magnetische noorden. Wanneer je een lading hebt die beweegt door een magnetisch veld, dan krijg je nog iets aparts. Want zo'n lading, zo'n deeltje met lading, zal dan een kracht voelen. En die kracht die die voelt, wordt de Lorentzkracht genoemd. En de Lorentzkracht kun je altijd uitrekenen, want die is altijd gelijk. Aan de sterkte van het magnetisch veld, maal de grootte van de stroom die loopt door uh, bijvoorbeeld een draad, maal de lengte van het stuk draad de van het dat zich bevindt in het magnetisch veld. Zo bereken je hem, maar minstens zo uh, interessant is dat je kunt aangeven in welke richting die kracht is. En die richting van de kracht hangt af van de richting van de magnetische veldlijnen en de richting van de stroom. En uh, hiervoor kun je de linkerhandregel, de FBI-regel toepassen, waarbij je dus de duim in de richting van de kracht houdt, je wijsvinger in de richting van het uh, magnetisch veld, de veldlijnen, en jouw, uh, um, jouw middelvinger die je dan kromt, die geeft dan de richting van de stroom aan, I. Dit geldt, die Lorentzkracht, die geldt niet alleen wanneer je te maken hebt met een stroomdraad, maar die geldt ook wanneer, me, wanneer je te maken hebt met... Uh, losse deeltjes die bewegen. Dat kunnen positief geladen deeltjes zijn of negatief geladen deeltjes. Maar dan kun je ook een Lorentzkracht berekenen. De Lorentzkracht die wordt uitgeoefend op het deeltje en die is dan gelijk aan de sterkte van het veld, maal de lading van het deeltje, maal de snelheid waarmee het deeltje beweegt. Nou In het plaatje wordt dat uh, uh, nog even uh, verduidelijkt. Dus op het moment dat je een magnetisch veld hebt en je vergroot het magnetisch veld, dan zal het deeltje ook een grotere... Lorenskracht voelen en die wordt dan ook sterker afgebogen. En, uh, een beetje een strikvraag hierbij is dat je de richting van de snelheid moet omdraaien wanneer je te maken hebt met een negatief deeltje. Dus wanneer je te maken hebt met bijvoorbeeld een elektron, die van links naar rechts beweegt en je wil de linkerhandregel toepassen, vergeet dan niet dat je de richting van I, eigenlijk ook de richting van V, dan van rechts naar links moet houden. Want. De stroom loopt altijd de andere kant op dan de richting van het uh, elektron. Twee toepassingen die ik moet kunnen uitleggen. En de eerste is de elektromotor. De elektromotor bestaat uit de spoel. En doordat er een stroom loopt door de spoel, krijg je een Lorentzkracht op verschillende delen van die spoel. En als je dat uh, slim en goed doet, dan zorgt die Lorentzkracht ervoor dat de spoel gaat draaien. En op het juiste moment draai je de richting van de stroom op in je spoel, waardoor de. De spoel blijft draaien en je dus een, een, een motor krijgt, een elektromotor. tweede toepassing is een luidspreker waarbij je ook een spoel gebruikt. En die spoel die krijgt dan eigenlijk het geluidssignaal aangeboden. En doordat er stroom loopt door de spoel krijg je een Lorentzkracht. En die Lorentzkracht zorgt ervoor dat die spoel of naar de vaste magneet toe wordt bewogen, die is B, de vaste magneet, of van die vaste magneet af wordt bewogen. En doordat er aan die spoel ook een konus zit van plastic of van papier, gaat dus die konus trillen en kun je dus geluid maken. Volgende onderdeel gaat, heeft te maken met iets wat flux heet. En flux is niets anders dan een definitie. Flux kun je zien als het aantal veldlijnen dat door een bepaald oppervlak heen prikt. En uh, als je dat dan heel netjes zegt, dan uh, hoor je te zeggen dat is uh, de grootte van het uh, magnetische veld, B, maar dan wel het magnetische veld dat loodrecht op een oppervlak invalt. Dus het uh, loodrecht erop vallende gedeelte van het magnetisch veld maal het oppervlak geeft je de flux. Ja, wat kun je met die flux doen? Met die flux blijkt iets te zijn, als je te maken hebt met de spoel, dat een spoel die zich bevindt in het magnetisch veld en de flux door die spoel verandert, dan gaat die spoel ook zorgen voor een um, inductiespanning en een inductiestroom. Dus je kunt stroom maken en dus ook een spanning opwekken door de flux door een spoel te veranderen. Wat moet je nu onthouden? Je moet onthouden vooral dat um, die, 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 stroom, die spanning en die stroom die je kunt opwekken, uh, afhankelijk is van de verandering van de flux in de tijd. Dus is die verandering van de flux twee keer zo groot, dan zal ook die spanning twee keer zo groot zijn die je meet. En hij is ook afhankelijk van het aantal windingen. gebruiken nu een spoel met tien windingen ten opzichte van een spoel met één winding, dan zal het effect en dus ook de, de spanning en de stroom die je meet tien keer zo groot zijn. Twee toepassingen tot slot van die inductiespanning. Uh, Eerste is uh, de dynamo. En bij dynamo heb je dus te maken met een ronddraaiende spoel, die je hier ook zit ziet. Die spoel die, uh, draait rond in een uh, constant vast magnetisch veld. Doordat die spoel ronddraait, verandert de flux. Op het ene moment is die flux maximaal, op het andere moment is die flux nul. Dan loopt er geen één veldlijn door de spoel, want dan staat die spoel uh, evenwijdig aan die veldlijnen. En doordat de flux continu verandert, krijg je dus ook. Dat je een inductiespanning kunt opwekken. Tot slot um, de microfoon. En bij microfoon zie je eigenlijk dat het effect precies tegenovergesteld is als bij de luidspreker. Net zo, eigenlijk, net zo uh, als dat de dynamo precies het tegenovergestelde effect heeft als een elektromotor. Wat gebeurt er met de microfoon? Van buitenaf komen er trillingen. Die trillingen brengen een konus in trilling. Aan die konus zit een spoel. Die spoel. Beweegt ten opzichte van de vaste magneet. Daardoor krijg je dat de flux in die spoel verandert. En daardoor zal die spoel ook een inductiespanning en een inductiestroom opwekken. En die stroom die kun je vervolgens meten. En die stroom is dus een um, representatie van het geluid dat de microfoon um, opgevangen heeft.